Ja, die discussie die is maar aan de gang nu bij Ajax. Over wat, wat moeten we met de keeper? Ja, want die, die, die pasfeer. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja, die, die ziet er niet helemaal erg betrouwbaar uit. Dus iedereen heeft zoiets van: ja, moeten we nou wel door met pasfeer? Dat is de vraag. Maar dan komen we uit bij het onderwerp natuurlijk waar iedereen het over heeft: Onana. Oh, ja, Onana, oh kijk, het, ik heb daar een hele tijd over na zitten denken, over Onana. Oh ja, kun je nagaan waar je je tijd mee kan vullen. En ik denk bij mezelf, wat, wat zou ik nou doen? Wat, wat, en Ajax, ik, ik lees er van alles over en iedereen heeft er ook een mening over, want Onana oh laten we eerlijk zijn. Het is bij hem begonnen. Dat hele gedoe met die doping en de verkeerde pillen en noem het allemaal maar op. En hoe dat nou zit, ik geloof Onana voor geen meter. En dat maakt ook helemaal niet uit. Onana is betrapt en geschorst. Punt. Goed. Nou, toen hadden er twee dingen kunnen gebeuren. Ajax had kunnen zeggen: Hey, de mazzel, zoek het uit een jaar lang. Wij zijn er even niet voor jou en de, en de groeten. Nee, wat heeft Ajax gedaan? Ajax heeft zich zeer loyaal en keurig opgesteld. Hebben hem doorbetaald en klaar was Kees. Nou, en iedereen ging er ook vanuit bij Ajax. Dat natuurlijk Onana, ja, dat hij bij zou tekenen. Want dan zou die niet transfervrij weglopen. Nou, Onana had daar dus even andere gedachten over. En Onana doet met zichzelf de hartelijke groeten. Ik teken lekker niet bij, want. Ze hebben hem nu weer een contract aangeboden, Ajax. Verbeterd contract. En hij heeft weer nee gezegd, Onana. Nou goed, en dus Onana die wil gewoon transfervrij weg aan het eind van het seizoen. En zakken vullen en klaar. Dat is het idee van Onana. En nu is de grote vraag. Want daar gaat het nu om. Wat zou je dan doen? Want in november mag je gaan spelen. Ik geloof 7 november al. Zou je hem dan opstellen bij Ajax? En denken: van nou ja, goed. Euh, betere keeper misschien. Laten we hem maar opstellen tot het eind van het seizoen. En dan gaat hij maar weg. Of zeg je: als je je gevoel laat spreken, want daar gaat het hier om. Hè? Als je je gevoel laat spreken, dan denk je bij jezelf: krijg jij de kleren maar. Oh nana, wij zijn loyaal geweest aan jou. We hebben het hele jaar. Toen jij geschorst is, heb je, je doorbetaald. En nu laat je ons stikken. Dus dan zou je denken, ik stel hem gewoon als gevoels... Ik stel hem niet op. Of ga je rationeel nadenken. Dan komt het dan hierop neer. En zeg je bij jezelf, nou oké. Okay. Luister eens even goed. Gevoel aan de kant. We stellen hem wel op, want hij is waarschijnlijk de betere keeper. Weet je ook niet zeker, hè? want hij heeft al een jaar niet gespeeld. Dus met dat hele dilemma in mijn hoofd ben ik ook gaan zitten wikken en wegen, net als jullie. Van ja, stel je hem wel op, stel je hem niet op, die Onana. Ik heb daar dus diep over nagedacht, vrienden. En ik kom tot de conclusie... Onana krijgt de kleren. Ja, dat is mijn conclusie. Onana, zoek het uit. Onana, je komt mijn elftal. Zou jij niet inkomen? Nee. Want jouw gevoel is absoluut... Niet meer bij Ajax. Jij hebt aangetoond dat je helemaal niks meer met Ajax hebt. Jij bent al met je gevoel bij Inter. Jij bent al bezig met je volgende club. En jij denkt alleen maar zakken vullen en de groeten. En dan zou ik zeggen bij mezelf, net als Overmars, want die denkt geloof ik ook zo, niet opstellen. En ten Haag die denkt van. Ah, misschien heb ik hem toch wel nodig. Nee, niks Den Haag. Oh, niet opstellen. Laat hem de kleren krijgen. Ajax, doe het volgende. Ga gewoon als een speer op zoek naar een nieuwe keeper. En die koop je in december of januari. En klaar. En verder niks meer. En niet meer nadenken over Onana. En met pasfeer zal je af en toe eens een keer een goaltje meer tegenkrijgen. Nou, en die maken ze er aan de voorkant wel weer bij. Dus, Onana, de hartelijke groeten. Tot ziens. En krijg de kleren.